3 keer 4 is 12, maar wat is 3 keer min 4 dan? Of zelfs min 3 keer min 4? Als je twee positieve getallen keer elkaar doet, dan is het antwoord ook weer positief. Dat is redelijk logisch. Als één van die twee getallen negatief is, dan wordt je antwoord ook negatief. Want doe ik 3 keer min 4, dan ga ik eigenlijk 3 keer 4 onder 0 en dat is dus 12 onder 0. 3 keer min 4 is dus min 12. En aangezien je een vermenigvuldiging altijd om mag draaien, kun je ook zeggen dat min 4 keer 3 min 12 is. Maar wat nou als je twee negatieve getallen moet vermenigvuldigen? Om dat uit te leggen is het handig eerst even naar een deelsom te kijken. Neem de deelsom. Min 30 gedeeld door min 5. In plaats daarvan kun je ook denken hoe vaak past min 5 in min 30. Dat is 6 keer. Dus 6 keer min 5 is min 30. Dit betekent dat 30 delen door min 5 dus 6 is. Als ik twee negatieve getallen door elkaar deel, is het antwoord dus een positief getal. Wat voor delen geldt, dat geldt ook voor vermenigvuldigen. Dus twee negatieve getallen Keer elkaar geeft weer een positief antwoord. Min 8 keer min 7 is dus 56. In een keer- of deelsom kan je dus zeggen: als één van de twee getallen negatief is, dan is het antwoord ook negatief. Zijn allebei de getallen negatief, dan is het antwoord weer positief. Een manier om dit te onthouden zou kunnen zijn dat je bij een keer- of deelsom alle mintekens meeneemt naar je antwoord. Dan zou je dus kunnen krijgen min 3 keer min 4 is min min 12. En twee minnetjes achter elkaar, dat wordt weer een plus zoals we in de vorige video geleerd hebben. Misschien heb je wel eens iemand horen zeggen min keer min is plus. Nu weet je dus waar dat vandaan komt. Net als bij getallen optellen en aftrekken met negatieve getallen, hebben we ook voor vermenigvuldigen en delen een oefenblad gemaakt. De link vind je... In de videobeschrijving. Net als de link naar het antwoordblad. Zoals altijd, bedankt voor het kijken. We stellen het op prijs als je deze video wilt liken, delen en vergeet je niet te abonneren. Graag tot de volgende keer.